zullen het dan ook ieder wettig bewijsmiddel aangrijpen en moeten aangrijpen om het kabinet duidelijk te maken en aan het verstand te brengen dat het minimaliseren van de partijdige advocaat door onder meer lagere vergoedingen de maatschappij uiteindelijk duur te staan komt. Maar in het regeerakkoord is vrij klip en klaar een aantal dingen afgesproken waar sommige mensen op dit terrein heel blij mee zijn en andere delen zijn mensen weer minder blij mee. Maar dat er geen rechtsgebieden zullen worden uitgesloten, staat in het regeerakkoord. Een advocaat is eigenlijk in heel veel gevallen nodig. De maatschappij is ingewikkeld. Er zijn in Nederland heel veel niet zelfredzame mensen. En die hebben de sturing en begeleiding nodig in juridische procedures. Ook wanneer ze hun recht willen halen. Ofwel wanneer ze in een geschil verwikkeld raken door een andere partij. En of er ruimte is, er is zeker ruimte. Sterker nog, het is een opdracht voor advocaten om partijdig te zijn. Dat staat ook sinds 2015 als kernwaarde in de wet. En ook onze gedragsregels zijn daar volstrekt duidelijk over. Dus we moeten die ruimte gewoon nemen en blijven nemen. Toegang tot het recht is het fundament van onze rechtsstaat. En de partijdige advocaat is daarbij van heel erg groot belang. Natuurlijk voor de rechtszoekende primair, maar eigenlijk voor de hele rechtsstaat. En dan ook het handelen van de overheid te normeren. En ik vind dat de minister voor Rechtsbescherming nu echt moet gaan zorgen voor rechtsbescherming. En dat begint natuurlijk met een eerlijke vergoeding voor het belangrijke werk dat bevlogen idealisten, sociaal advocaten, doen.